Welkom bij De Magische Klok, de YouTube-serie waarin je alles te weten komt over de geschiedenis van de Efteling. Dit keer rijden we mee met de attractie van waaruit je bijna de hele Efteling kunt zien. De stoomtrein. In de jaren 60 wilde Efteling graag een stoomtrein in het park. Onder andere om bezoekers naar het zwembad te kunnen vervoeren. Na uitgebreid onderzoek wordt er een smal spoor van 60 centimeter breed aangelegd, waarop niet veel later het eerste door stoom aangedreven treintje rijdt. Door de jaren heen hebben verschillende locomotieven de treinen in de Efteling aangestuurd. De eerste was Aagje. Aagje reed aanvankelijk rond bij een steenfabriek in Arnhem. Vanaf mei 1969 is de dan 57 jaar oude locomotief in het park te vinden. De wagons voor de trein worden door de Efteling zelf gebouwd, naar de ontwerpen van Anton Pieck. Hij tekent ook de twee originele stations. Eén in het Sprookjesbos en één bij het café-restaurant. De trein rijdt dan nog geen rondje zoals nu, maar pendelt heen en weer tussen de stations. De trein wordt aangestuurd door twee medewerkers die per rit zo'n 150 gasten kunnen vervoeren. In 1974 opent het station op de Sint-Nicolaasplaats en gaat er een tweede locomotief rijden, Moortje. 5 jaar later wordt daar locomotief Neefje aan toegevoegd en Treintje is de naam van de vierde locomotief die sinds 1992 rondrijdt op het Eftelingspoor. Neefje rijdt nu helaas niet meer, maar kun je nog steeds vinden in het park voor station Marenrijk. Daar kun je zelf ervaren hoe het is om machinist van een stoomtrein te zijn. 1980 is een bijzonder jaar voor de Efteling Stoomtreinmaatschappij. De stoomtrein van de Efteling is te gast op Paleis Soestdijk, ter ere van de laatste verjaardag van koningin Juliana als koningin. De hele koninklijke familie maakt een ritje op het in de paleistuin speciaal aangelegde spoor. Het spoor in de Efteling wordt in 1984 doorgetrokken, zodat de treinen voortaan een ronde door het park kunnen maken. Het stoomtreintraject is nu 3 kilometer lang. Dat is net zo lang als 4 rondjes in de Python en meer dan 18 keer het spoor in diorama. De stoomtrein is altijd goed voor mooie plaatjes. De rails, wagonnetjes en locomotieven worden regelmatig gebruikt in folders, als decor voor film- en televisieopnames en hebben zelfs een eigen koekjesverpakking gehad. Het werk aan het spoor blijft ondertussen doorgaan, want in 1999 krijgen de treinen een nieuwe remise en verschijnt er een bijzonder station in het Sprookjesbos. Daar staan passagiers als Hollebolle Gijs, de gelaarste kat en een heks met een gebroken bezem te wachten op de volgende trein. Een van de laatste wijzigingen aan het spoor is het verdwijnen van de halte in Ruigrijk. Het perron achter station De Oost is hiervoor in de plaats gekomen, zodat je na een volledige tour even kunt bijkomen met wat te eten of te drinken. In zomer en winter, bij daglicht of bij avond, of je nu meereist of hem voorbij ziet gaan, de stoomtrein van de Efteling brengt je altijd in vervoering. Rij jij ook een rondje mee?